En dan klassieker-expert Nico Aaldering. Want wanneer je iets wilt weten over legendarische oldtimers, bijzondere sportwagens, youngtimers of klassieke motorfietsen, dan moet je bij onze klassieker-expert uit Brummen zijn. Hij heeft een gallery vol met de mooiste klassiekers. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij gelukkig niet voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, ik wil u vandaag wat laten zien. Een Porsche uit de tweede serie. Ja, dat is natuurlijk de vraag, waar is dan de tweede serie? Nou, dat is de G-serie, de zogenaamde G-serie. Porsche begon de 911 met de F-serie. En in 1973, toen kregen we de G-serie. De G-serie, die had dus al veiligheidsbumpers, dus die werd al een stuk moderner. Nu op dit moment heel geliefd. Nou, zeg je, wat is dan zo bijzonder aan deze auto? Ja, op stickers erop. Ja, een hele bijzondere auto. Er was eens een duur. Zeker de heer Klöckner, een Duitse naam. En die was niet alleen in Frankfurt. Wie was dan die Klöckner? Die Klöckner, dat moet u zien als een soort AMG bij Mercedes. Mercedes bouwt auto's, AMG verbetert ze, maakt ze sneller, maakt ze anders. En dat deed die Klöckner in de jaren 50 en 60 met Porsches. Bijvoorbeeld, hij prepareerde de auto's voor de Mille Miglia, de Porsches. Want hij vond dat hij snellere Porsches kon maken en betere Porsches kon maken. Nou, goed. Die man was de grootste Porsche dealer van Duitsland in Frankfurt. En op 1977, toen zei hij tegen Porsche, ik wil een auto hebben en jullie moeten maken naar mijn smaak. Nou, dat was dit. Dat is natuurlijk de vraag, wat is hier nou zo bijzonder aan? Nou, het bijzondere is natuurlijk dat je in 1977 een auto kunt laten maken door de Porsche fabriek naar je eigen smaak. Dat kreeg je niet van elkaar, hè? Dat allang niet meer. Dat ging niet. Behalve als je natuurlijk de bestverkopende dealer van Duitsland was. Dat was die. Ik weet dat hij ook een vijfbak heeft. Best wel bijzonder. Normaal hebben ze een vierbak. Speciaal vijfbak erin. Kijk, die radio en zo is allemaal niet zo spannend. Maar wel leuk dat het er allemaal nog in zit. Kijk, dat is wel leuk. Centrifuge geboortsoorkunde van meneer Porsche. De Targa die had nooit een verbreiding. En dat noemen ze dan in Duitsland een turbo look. Die hadden ze niet. Die is pas officieel gekomen 8 jaar later. Toen werd de Targa uitgerust met officieel ab werk, dus af fabriek, met een verbreding. En die Klöckner die kreeg dat zomaar voor elkaar dat ze in de fabriek zulke schermen stonden te kloppen. Dat is niet door een of andere smid gebouwd. Nee. Porsche. En met die speciale wielen en met die speciale spoiler en met deze speciale striping. Allemaal gemaakt voor meneer Klöckner. Zal ook patiënten gekost hebben, denk ik. Dat vertelt het verhaal natuurlijk niet. Ja, die kleur geel is natuurlijk fantastisch. Laten we wel wezen. Ik bedoel, die kleuren uit die begin jaren 70 die waren verfoei lelijk. Die kon je in de jaren 80 en 90 absoluut aan niemand slijten. En nu is het helemaal in. En de saaie mensen onder ons die vinden hem grijs het mooist. Ta-da-da-da-da, trompetgeschal. Trompetgeschal. Hij zegt: ik vind hem in het grijs ook wel mooi. Nou ja, hij weet niet beter. Maar hij gaat het vaker met ons mee en dan leert hij het.